Daar zijn we dan weer met een nieuwe kick-off. En ik heb een beetje een déjà vu, heet het dan, hè? Chic gezegd. Ja, ik ook. Ik heb me verslapen. Oh ja, dat was toen ook, ja. Vorige keer in het hotel tijdens de EK. Ja. En toen ik beneden kwam, toen zat Jeroen al te vertellen over het laatste nieuws over Vitesse. Dus ja, dit is een bekende plek, Pim. Ja, we zijn in het NH-hotel in München volgens mij, hè, Valentijn? Ja, bij het Hauptbahnhof, hè? Tegenover het Hauptbahnhof. Maar er zijn geen penalties op dit moment gaande. Volgens mij was het toen ook nog een penalty-reeks waar we live verslag van hebben gedaan. Zeker. Ik weet niet meer welke wedstrijd. Portugal. Portugal, oké. Was het? Ja, dus wat dat betreft. Voor ons wel een déjà vu. Maar jij zit daar toch veel comfortabeler. Lekker dicht bij huis en zo. Bij je vrouw en kinderen. Heerlijk, ik weet niet waar gezellig. Ik liever zit, hoor. Nee. Ik weet niet waar ik liever zit. Nee, we zullen niet raden. Nee. Maar is er dan een beetje weemoed? Ook naar dat EK, Mike, of niet? Nou, we kijken vooral heel erg vooruit naar de Final Four en het WK. Maar het EK was achteraf misschien natuurlijk wel heel erg mooi. En de weg naar de finale lag open. En misschien wel naar de toernooiwinst. Dus het is achteraf misschien wel doodzonde dat Nederland sneuvelde tegen Engeland. Ja. Ja, en nu zijn er heel veel spelers gestopt en wordt er gebouwd aan een nieuw elftal. Ja. Heeft dit nieuwe elftal nog meer potentie, denk jij? De vraag is aan mij of aan Valentijn. Ja. Nou, ik begin eens met jou. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel belangrijke spelers gestopt die in het verleden belangrijk zijn geweest. Maar die eigenlijk op het laatst niet heel erg meer leverden. Wijnaldum, Depay. Nou, Frenkie de Jong is nu natuurlijk nog afwezig. Virgil van Dijk geschorst, dus Koeman mist een hele as. Maar dit elftal, als iedereen fit en beschikbaar is, ja, dat heeft zeker potentie. En ik denk dat het echt nog wel wat tijd nodig heeft. Maar dat daar best wel een mooie toekomst in het verschiet ligt. Ja, het grote probleem. Nou, het grote probleem van dit elftal is en blijft natuurlijk toch de voorhoede. We hebben een aanvaller, die zit voornamelijk op de bank bij Liverpool. Maar dat is de beste aanvaller van het Nederlands elftal. Eigenlijk al weken of wedstrijden achtereen. En wordt nu ook aangemerkt als een van de nieuwe leiders. Wat ik op zich wel begrijp, gezien de persoonlijkheid van Cody Gakpo. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben we natuurlijk geen aanvallers die beslissend zijn. En ook nauwelijks beslissend zijn geweest. Sowieso niet bij het Nederlands elftal, maar ook niet bij hun clubs die nou niet bepaald op het hoogste niveau acteren. En dan heb ik natuurlijk over Brobbey en Zirkzee. De een bij Ajax en de ander bij Manchester United. Nou, Zirkzee zit ook regelmatig op de bank. Maar Brobbey die kan niet langer dan een uurtje spelen. Ja, en dat is dan de spitspositie bij het Nederlands elftal. Dus ja, dat blijft altijd moeilijk. Als je natuurlijk één of twee topspelers die echt de Europese top zijn in je elftal hebt zitten. Ja, dan doe je al heel snel mee om de prijzen. Want de boel dichtgooien, dat kunnen 9 van de 10 ploegen. Kunnen dat wel, 9 van de 10 landen. Maar het verschil maken in aanvallend opzicht, dat is heel moeilijk. En dat bleek afgelopen vrijdag natuurlijk in Boedapest. Als een tegenstander met z'n allen voor de goal gaat liggen, dan heeft dit Nederlands elftal gewoon te weinig creativiteit, de spelers die er dan waren, om een tegenstander als Hongarije een beruf te beuken. Maar het is natuurlijk scorebordjournalistiek, hè, dat Brobbey maar een uurtje kan spelen. Hij mag maar een uurtje spelen, want dit seizoen heeft hij ook laten zien dat hij wel 90 minuten kan spelen. Maar ja, dat Brobbey echt nog stappen moet maken, dat is wel duidelijk. En over die wedstrijd tegen Hongarije, daar ontbrak inderdaad de creativiteit. Maar de tweede helft, toen Nederland niet alleen maar door de as wilde spelen en wel energie leverde, toen zag het er natuurlijk al een stuk beter uit. Waarbij wel aangetekend, misschien, we hebben het opgezocht, maar Hongarije was de nummer 32 van de FIFA-ranking. Mm. Maar je hebt toch wel creativiteit in dit elftal? Ik denk alleen al aan Xavi Simons. Ja, maar als het er niet uitkomt, heb je er niet zoveel aan. En je moet eigenlijk ook creativiteit erachter hebben. Xavi Simons die moet zijn creativiteit leveren aan de rechter buitenkant. En die heeft dan wat meer vrijheid, die mag wat meer zwerven. Maar daar komt natuurlijk bij het Nederlands elftal heel weinig uit. En bij Leipzig heeft hij ook niet het seizoen tot dusver als wat hij vorig seizoen draaide. Dus, maar dat zijn wel normale hiccups in een carrière van de jonge speler. Maar we moeten ook niet vergeten, als we de leeftijden van deze jongens op een rijtje zetten. Dit zijn allemaal al bijna mid-twintigers. Hè? 23 is onder andere Zirkzee. Ja, en grote talenten, die breken door als ze 17, 18, 19 zijn. En Wim Kief zei het vanochtend natuurlijk ook nog in zijn column. Ja, dat soort spelers heeft het Nederlands elftal gewoon niet. En eigenlijk op geen enkele plaats. Onze grote vriend Quinten Timber, die maakte dan zijn basisdebuut afgelopen vrijdag. En die deed het best aardig.
Maar die is 23. En toen had meneer Neeskens, die vorige week is overleden, die had al 3 Europa Cup eens gewonnen. En in de finale van het WK gestaan. Kijk, dat zijn de grote wereldtalenten. En die heeft Nederland niet. Ja, en of je het dan komt. En dan denk je aan prijzen winnen. Hè, want dat is ook de KNVB. Hè. We gaan eerst tot de maan. Nou, dat is de halve finale volgens directeur Marianne Verleven. Maar je moet via de maan mooi naar de sterren. En dat is dan een groot toernooi winnen. Zo. Ja, ik denk dat we daar veel te weinig kwaliteit van hebben. Staat daar opgeschreven. Via de maan naar de sterren. Ja, dat heb ik ooit van haar gelezen. Ja, geweldig. Maar ja, je bereikt natuurlijk niks mee. Het zijn alleen maar loze woorden. En je moet het omzetten in daden. En vooralsnog heeft de KNVB sinds het aantreden van zowel Marianne Verleven, Clarence Seedorf als onze vriend Nigel de Jong nog geen prijs gewonnen. Maar Vaander zegt net mid-20. Ja, Timber is dus 23, Sirkzee is 23, Brobbie is nog een jaartje jonger, 22. Jurgen Timber, precies. Gravenberg is jong. Van der Ven. Er is ook wel bekend dat spelers op hun 6, 7, 28ste op hun allerbest zijn. Dus wat dat betreft ligt er nog wel een mooie toekomst. En ik ben het wel met hem eens dat de echt grote talenten, die staan er op hun 18e, 19e. Ja, Van der Vaart, Sneijder, Van Persie, Robben. Die waren met hun 8, 19e, waren die gewoon al beslissend. Zowel bij hun club als het Nederlands elftal. Ja. En die maakten natuurlijk ook grote transfers. Dus wat dat betreft lopen deze jongens gewoon 4, 5 jaar achter. En dat ga je niet in 3 jaar inhalen. Nee, als het maar in 4 of 5 jaar inhalen. Zeker als je niet bij die club speelt waar ze nu allemaal spelen. Maar je hebt zelf een stuk geschreven over Kees van Wonderen. Dat die de coach was van de gebroeders Timber, Brobby en Gravenberg op het moment dat ze bij onder 17 Europees kampioen werden. Dat houdt toch wel in dat het vol potentie zit. Dat maar dat is onder leeftijdsgenoten, Mike. Het gaat dat je die stap maakt van junior naar senior. En daar hebben deze jongens allemaal heel lang de tijd voor nodig. Ja, en dat is natuurlijk iets waar je toch wel zorgen moet baren. Ook met het oog op de WK's en EK's die nog gaan komen met deze jongens. Dan weet ik wel dat er een hoop beleefdheid in zit. Maar je bent iets minder positief dan Nagelsman gisteren. Die was echt wel heel positief over Brobbie. En ook over Gravenberg. Ja, dat hij bij Bayern München een ongelukkige periode had. Maar dat hij ook wel zag dat er heel veel talent in zat. Je kan toch niet zeggen dat deze jongens geen talent hebben. En dat ze het uiteindelijk niet kunnen doen. Zoals Gravenberg, dat is natuurlijk een toptalent. Dat zie ik ook wel. Maar die hebben ook 2 jaar stilgestaan. En dat heeft misschien niet alleen met Gravenberg te maken. Maar dat heeft ook met de coaches. Onder andere met Nagelsmann te maken. Die gewoon de voorkeur geeft aan 2 waterdragers. Goretzka en Kimmich. Boven Gravenberg. Dat zegt ook alles over deze coach. Die als een soort heilige wordt bestempeld. Maar dat natuurlijk helemaal niet is. Als je dit soort talenten gewoon geen kans wil geven. En zeker, kijk, hij geeft ze dan een halve wedstrijd. Maar die moet je gewoon 4, 5 wedstrijden kans geven bij Bayern München. En dat had hij het misschien ook laten zien. Dat begrijp ik wel. Maar in principe loopt hij al wel weer 2 jaar achter. Dimitri en ik hebben het nog geprobeerd hoor, Pim. We hebben na het ontbijt lekker rondje gelopen in het zonnetje. Ja. We denken, dan wordt het een hele leuke, positieve podcast. Maar nou, het is wel fijn om te weten dat de hotelbar nog steeds azijn verkoopt. Dus dat scheelt in elk geval. Het is toch een prachtige lichting, joh. Maar ook die Verbrugge, de weergaloze keeper, al hartstikke jong. Er zit veel potentie in, hoor, dit Nederlands elftal. Dat ben ik met je eens, maar ik kreeg tegen Hongarije 1 bal op doel en toen was het 1-0 voor Hongarije. Kijk, dat is de pest inderdaad, wat Mike nu schetst over Verbrugge. Tegen Polen in de openingswedstrijd van het EK kreeg hij 8 ballen. Ja, dan heb je de 7. En dan word je als grote uitblinker gezien. Maar het gaat erom, als je maar 1 bal in een wedstrijd krijgt, dat je die pakt. Ja, en die pakt hij niet. Ja. En dat was ook tegen Duitsland thuis, was dat het geval. En tegen Bosnië thuis was dat het geval. Kijk, ik vind ook, die moet ook gewoon veel beter. We moeten ook niet te snel tevreden zijn met de boys. Want dan denken ze zelf ook al dat ze er zijn. Ben je wel tevreden met Vaand en zo? Nee, zeer. Nou, ik zit te denken aan een paar jaar geleden, toen geloof ik Danny Blind nog bondscoach was en ze in Turkije speelde en de oren werden gewassen. Natuurlijk ook het EK toen ze in Hongarije van Oostenrijk of van Tsjechië verloren. Als je kijkt nu waar alle spelers spelen, zit er natuurlijk gewoon wel heel veel muziek in dit elftal. En als je ziet hoe snel sommige spelers zich ontwikkelen. Kijk naar Reinders, kijk naar Schouten, kijk naar Gravenberg. Dat is natuurlijk een beetje het probleem in deze tijd. Tijd is er nooit voor spelers. En deze jongens hebben eigenlijk tijd nodig. Maar als je bijvoorbeeld Xavi ziet op rechtsbuiten. Ja, dat is geen Arjen Robben. Dat ziet een blinde. Maar die jongen heeft wel tijd nodig. En hij heeft heel veel potentie. En misschien dat hij uiteindelijk wel een hele belangrijke en goede speler voor het Nederlands elftal wordt. Nederland heeft altijd een geweldige nummer 10 gehad. Ja, dit middenveld is goed.
Maar hij heeft geen Wesley Sneijder van vroeger. Dus ja, dat er van alles op dit elftal aan te merken valt, dat zie ik ook. Alleen, ik denk wel dat er heel veel potentie is. Ja, maar het gaat erom. Natuurlijk zijn er een aantal van deze spelers die gaan het Nederlands elftal dragen. Maar dan moet je kijken op welk niveau gaan ze het Nederlands elftal dragen. Is dat bij de top 5, 6, 7 van de wereld? Of is dat net daaronder? En ja, ik ben bang dat net daaronder is. En die wedstrijden op het EK. Nou, toen heeft Nederland natuurlijk geweldig gezwijnd met die hele... doordat ze derde werden kwamen ze in een hele zwakke... gedeelte van het toernooi met allemaal Roemenië als tegenstander en Turkije als tegenstander. Ja, en toen kwam Engeland en dan lag je er gelijk uit. En dan kan je zeggen, ja, we deden leuk mee. Maar als je die wedstrijd nog een keer bekijkt, deed je helemaal niet zo leuk mee. De eerste helft werd je gewoon zoek gespeeld. De tweede helft heb je wel kansen gehad. Je kwam gelukkig met 1-0 voor. Dus dan leek het nog wel wat. Maar het was natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. Zoals ook die oefenwedstrijd, die Nations League wedstrijd tegen Duitsland. Natuurlijk ook niet heel bijster goed was van de Nederlandse elftal kant. Tweede helft kreeg je wat kansen, maar is veel in de omschakeling. Maar als je het hebt over die wedstrijd nu tegen Hongarije, dan is inderdaad die spitspositie, we noemden het al even. Maar Zirkzee, het ging er ook nog over bij Studio Voetbal. Ja, het straalt niet, en dat is misschien ook zijn manier van spelen, maar het straalt geen agressie uit om eens eventjes... er drie te maken tegen die Hongaren. Is ook een beetje dat flegmatieke wat hij natuurlijk heeft. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, tegen Bosnië was de hele wereld lyrisch. Toen was het voor de komende 25 jaar ongeveer de nieuwe spits van het Nederlands elftal. Iets overdreven, maar toen was iedereen heel positief. Ja, en deze jongen speelt nu in Hongarije niet goed. Dat zag ook iedereen. Ja, het zal ergens in het midden liggen. Misschien is hij niet zo goed als hij tegen Bosnië was. En hij is zeker niet zo slecht als hij tegen Hongarije was. Ja, punt is, bij hem hangt het heel sterk vanaf hoe de spelers om hem heen draaien. Komen ze wel diep of komen ze niet diep? Gaan ze over hem heen of niet? Zoeken ze de combinatie? Lukt dat? Maar tegen Hongarije stond het helemaal vol, dus is het ook moeilijk. Maar het klopt wel, hij heeft niet die agressie voor de goal. Maar je kan agressie voor de goal hebben en Brobbey heeft regelmatig agressie voor de goal. Maar ja, die verliest zichzelf dan vaak. Hè. Dat hebben we ook toch tegen Slavia Praag gezien. Krijgt hij twee goede kansen. Ja, en dan is er niet de rust om die ballen af te werken. Want je moet wel agressie hebben, maar tegelijkertijd ook de rust om te zien wat de keeper doet. Wat je zelf van plan bent, om je aan je plan te houden. En niet dat wilde afwerken. Maar ja, je moet wel in de positie komen. En dat kwam inderdaad Zirkzee te weinig tegen Hongarije, ja. Ja, stemming zit er wel goed in verder, jongens. Zijn jullie blij daar in München met elkaar? Hoe gaat het met cameraman Dimitri? We hebben heerlijke jazzmuziek op de achtergrond. Die hoor jij niet waarschijnlijk, dus... We hoorden vanochtend zelfs de Beatles in jazzversie. En, nou ja, uitstekend hotelletje, Pim. Okay, en ook weer Oranjefans. Oranjefans weer buiten. Daarnet ook weer voorbij. Dus ja, die geven niet op, die Oranjefans. Blijven het elftal overal maar naartoe. En ik begreep dat Vaanten de taxichauffeur iets harder rijdt dan Jeroen Kapteins, of niet? Hoe zit dat? Ja, die rijdt zeker wel wat harder. Ja, en onderhand is hij aan het bellen. En water aan het drinken. En vooral zijn medeweggebruikers kwaad aankijken. En onderhand rijdt hij 210. Ja. Dus dat geeft heel veel rust, moet ik je zeggen, als hij achterin zit. En we konden 85 euro aftikken. En toen kregen we nog een grote bek omdat we met PIN wilden betalen en het niet cash hadden. Ja, hij wilde het natuurlijk zwart hebben. Ja. Maar dat zat er niet in dit keer. En kijk je ook het perfecte plaatje achter in de taxi? Of hebben we dat ook nog allemaal afgetikt? Nee, heb ik niet gekeken. Is er alweer een nieuw seizoen bezig? Ik heb geen idee, Mike. Ik heb geen idee. Misschien moeten ze jou een keer mee laten doen. Ja, god. Moeten we ervan zeggen, hè? Geen commentaar. Gaan we naar de stellingen dan? Ja? Nee, wacht heel even. Heb je al iets gehoord over het nieuws van de dag of niet? Meerdere dingen heb ik daarover gehoord. Ja, jij? Nee, ben je al aangenomen als vierde man? Ja, de onderhandelingen lopen. Waterdrager. De rode kaart van Virgil van Dijk was gewoon terecht. Eens. Brobbey wordt uiteindelijk de vaste spits van Oranje. Eens. Oneens. Guardiola wordt uiteindelijk bondscoach van Engeland. Oneens. Eens. Gakpo moet de nieuwe penaltynemer van Oranje worden. Eens. Eens. Ja, deze Mike, ik zag hem even voorbij komen in de geruchten. Ik kan het niet laten. Ajax moet in de winterstop Anthony proberen te huren. Sorry, producer Hein. Eens. Oneens. En laat die Mbappé lekker die nachtclub ingaan, joh. Eens. Eens. Ja, want dat was even een ophefje. Hè? Ik geloof dat hij uiteindelijk niet speelde, maar nog in een Zweedse naar Kira Eggers op zoek is gegaan, denk ik. Dat was wel Denemarken. Mee... Ik denk dat het wel meevalt, want zijn moeder was er ook bij. Dus... Ja.
Dat is wel heel slordig als hij dan op die manier naar wat dames van plezier zoekt. Maar ja. Dit was wel de allerslechtste verwarming ooit, denk ik, dat mondkapje. Want hij heeft geen karakteristiek hoofd. En weinig mensen zien hem wekelijks voetballen. Dus dit was wel een goede vermomming, vond ik. Ja, ja, maar beter goed. Dat masker, hè, van het EK opgezet. Inderdaad, ja. Ja, of dat visnet wat die ploeggenoot van hem op had bij Frans Elftal. Ik weet niet meer wie dat was. Die liep met zo'n geel visnet over zijn hoofd. Toen hij zich meldde bij het Frans Elftal. Ja. Ja, klopt, ja. Nou, was het niet Hadji? Nou, Hadji speelt volgens mij niet bij het Franse Nationale. Oh, nee, maar ik zit even zo'n visnet te bedenken. Weet je wel, Hadji van Roemenië, dat had ook zo'n rare visnet op zijn hoofd. Maar hij zoekt het even op. Nee, maar hij was dus bij een nachtclub in Stockholm, terwijl Le Bleu tegen Israël speelde. Een nachtclub in Zweden is iets anders dan een nachtclub bijvoorbeeld in Oost-Europa. Daar hangen ze in de palen in Oost-Europa. Ja. En dan moet je al blij zijn als ze nog een slipje aan hebben. Maar een nachtclub in Zweden is vaak gewoon een restaurant. Oh. Wat heel lang open mag blijven. Dat weet ik toevallig van het EK in Zweden. Daar had je de opera. En die bleef ook tot 4 uur 's nachts open. Maar er gebeurden helemaal geen rare dingen. Nee. Er was alleen een hele goede eettent. En er was een heel klein dansvloertje waar de mensen zich wel eens op begaven. Maar dat was eigenlijk niks bijzonders. Maar omdat je in die Scandinavische landen is die drank natuurlijk zo duur. Ja. En zijn die openingstijden, die zijn allemaal heel beperkt. En dan heb je een aantal uitzonderingen. En dat noemen ze dan nachtclubs. Maar dat zijn eigenlijk gewoon restaurants met een klein dansvloertje. Ja, ja, maar geen vrouwen in de palen hangen. Maar was jij toen op zoek naar een nachtclub of naar een restaurant waar je nog wat kon eten? Nee, ik liep mee met Peter Koch. Die was verslaggever van voetbal.nl. Of van voetbal. Ik weet eigenlijk, een blad was dat. En die heeft mij toen wegwijs gemaakt over hoe het werkt in Zweden. En er stond er een hele rij, want de mensen, het is verschrikkelijk populair. Omdat dan hoef je tenminste niet om 6 uur weer terug naar huis. Er stond een hele rij van mensen staan te wachten om binnen te komen. En dan kwam die bij de portier en zei die, hoe heet dat, Peter Coach, Dutch Television. Oh, kom maar binnen. Ja, serieus. Dus, dus. Overigens, ik denk dat Mbappé ook niet in de rij hoeft, hoor. Die mag ook wel. Moet hij wel even die vermomming afdoen. Ik kwam nergens binnen vroeger, omdat ik altijd te klein was. Mijn vriendjes kwamen wel altijd binnen toen ik 16 was, zeg maar. Ja. Maar goed, vroeger, dat geheel terzijde. Hetzelfde als bij Niels van der Dag. Ja, precies. Ja, nog steeds. Maar Konaté, ik zie nu die beelden voor me van die Franse international. Die inderdaad met zijn rare gele, als een soort bankovervaller. Op de trainingskamp verschijnt. Dankjewel, Hein, dat je dat even liet zien. Overigens, die discussie om die te voeren, dat je zegt, bepaalde internationals, die moet je alleen bij de grote interlands oproepen of opstellen. En als er niemandalletjes zijn, dan moet je ze misschien ook maar eens een keer een wedstrijdje laten overslaan. Is dat een goede gedachte? Nou, dan kan je rode kaart pakken. Dat kan ook. Dan kan je ook een wedstrijdje overslaan. Dat is dan weliswaar tegen Duitsland. Nou ja, dat moet de bondscoach overleggen in samenspraak met de spelers en met de clubcoaches misschien. Dus maar ik denk dat geen goede gedachte is vanuit het oogpunt van de bondscoach. Want die wil gewoon zijn ploeg bij elkaar. En het gaat niet alleen om die wedstrijden, maar het gaat misschien ook om de voorbereiding richting een groot toernooi. En hoe mensen zich gedragen in een groep. En kijken wie er wel en wie er niet het voortouw neemt. Dus ik denk dat... Ja, ik weet niet van wie dat idee is. Maar ik zag dat ergens voorbij komen, dat die gedachte om dan bepaalde spelers zoals Mbappé bijvoorbeeld bij minder belangrijke interlands thuis te laten. Omdat die agenda's natuurlijk zo, die speelkalenders overvol zijn. Maar die Mbappé heeft ook een aantal wedstrijden gewoon al niet gespeeld. Ja. Hetzelfde geldt voor sommige spelers van het Nederlands elftal. Die hebben echt niet alle wedstrijden gespeeld. Die worden ook door hun clubcoaches natuurlijk af en toe... Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar om nog even terug te komen op jouw uitstekende stelling over Virgil van Dijk. Ja. Over die terechte rode kaart of niet. Ja, die eerste gele kaart die vond ik echt onzin. Want hij kwam volgens mij redelijk rustig aanlopen. Haalde nog een paar andere spelers weg. Ja, het is nu een regel dat de aanvoerder mag praten met de scheidsrechter. En volgens mij had hij nog wel een punt ook. Dat die Zwitser rood had kunnen trekken. Alleen, je weet wel, als je een gele kaart op zak hebt, ja, dan moet je die tweede overtreding niet maken. Dus wat dat betreft is het wel een terechte rode kaart. Dus vandaar eens. Maar die eerste gele kaart vond ik wel onzin. Maar is het zo dat als je zegt only the captain speaks, dat er dan ook nog bepaalde voorwaarden aan zitten over hoe de captain mag spreken? Ja, een captain mag niet wildgebarend en met schuim op zijn mond en wildgebarend naar een scheidsrechter toe komen. Dat moet wel met respect zijn, maar volgens mij deed Van Dijk dat.
Ja, ja, oké. Okay. Nou, uiteindelijk kreeg hij dus zijn tweede gele kaart daarna en moest hij het veld af. Hij is weg bij de selectie, terwijl hij ergens toch misschien ook wel bij zijn teamgenoten wilde blijven. Nou, ik denk, dat hij een appje van Arne Slot heeft gekregen. Want bij de NOS zei je heel stellig, ik blijf erbij, ik ben de captain. En natuurlijk ga ik met mijn ploeggenoten mee naar Duitsland. Ja, dat was onmiddellijk na de wedstrijd en vervolgens ging hij naar de kleedkamer. Ik denk dat hij toen ongeveer dat appje heeft gekregen van Liverpool. En toen kwam hij bij de schrijvende pers en toen zei hij, ja, nou, misschien wil ik wel met de ploeg mee. Maar ik ben niet de enige die daarover gaat. Ja, Liverpool heeft natuurlijk gewoon terecht gezegd, hier komen. En ja. Weet jij, Mike? Dat denk ik. Oh, dat denk je, ja. Nee, omdat hij zegt Liverpool heeft gezegd. Nee, maar de KNVB zegt nu ook van, ja, weet je, hij zei dat misschien iets te enthousiast. En ook de KNVB vond dan, ja, ik denk dat daar gewoon overleg is geweest met de club. Ja, en dus is er nu een interessante periode, omdat er veel spelers, zoals Koeman zelf ook aangaf, uit de as natuurlijk niet bij zijn. Ja, is natuurlijk de vraag hoe zijn opstelling eruit gaat zien tegen de Duitsers, die trouwens ook best wel gehavend zijn. Hè? Dus wat dat betreft is het wel interessant om te kijken welke spelers er dan op staan. Wat verwacht je, Mike, van de Ven? Hè? Zal centraal wel gaan spelen, dat lijkt wel zeker, hè? Ja, dat gaf je al min of meer aan. En dan zal het op links, back, zal het gaan tussen Hato en Maatsen. Waarbij het eigenlijk heel logisch is om Hato neer te zetten, omdat die al bij de voorselectie zat en Maatsen later is toegevoegd aan de selectie, zonder dat hij bij de voorselectie zat. En Hato, ja, dat zei Danny Blind volgens mij gisteren bij Ziggo, zag ik een flitsje voorbij komen. Het Nederlands elftal wil met 3 opbouwen. Nou, Dumfries die is meestal al vertrokken voordat je de bal hebt. En dan is het heel logisch om met Hato, Van de Ven en dan de rechter centrale verdediger op te bouwen. Ja. En daar wierp Koeman wel een rookgordijntje over op. Normaal gesproken zou je zeggen dat is de Vrij. Nou ja, die werd bij de eerste training in München op zaterdag werd hij heel lang onder handen genomen door een fysio. Die heeft bij Inter natuurlijk ook niet zo heel veel gespeeld. Dus misschien is 2 wedstrijden in een paar dagen wel te veel voor hem. Maar als hij speelt is hij aanvoerder. Alleen Koeman zei, degene met de meeste interlandse is aanvoerder. Nou ja, dat zou normaal gesproken de Vrij zijn. Maar Koeman zei, of de Vrij of Dumfries. Dus dat zou kunnen inhouden dat De Ligt speelt. Ja. Verder nog, Valentijn, qua opstelling over die rechterkant gesproken, hè, waar we het net over hadden met Xavi Simons. Ook als je naar het afgelopen EK kijkt, dan blijft dat toch een beetje een positie waar die zoekende is. Hè. Bergwijn heeft daar natuurlijk nog gespeeld. Malen heeft er gespeeld. Frimpong heeft er gespeeld. Nou, nu is het dan, lijkt Dumfries en Simons een beetje zijn vaste koppel. Ja, nou, het is natuurlijk jammer dat Malen het iedere keer, tenminste jammer, het is prachtig dat hij het goed doet als invaller. Maar als je eenmaal in de basis staat, dan speelt hij vaak weinig klaar. En dat was ook bij het EK natuurlijk. En nu weer. Kijk, eigenlijk had die jongen van de Hongarije, die had natuurlijk rood moeten hebben. En dan sta je zelf met 11 tegen 10 in plaats dat je 2 minuten later met 10 tegen 11 staat. Maar dat is inderdaad, dat blijft een probleemgeval om dat op een goede manier in te vullen. En ja, ik zie ook voor de rest niet heel veel alternatieven langskomen voor de komende 2 of 3 jaar om die positie te bezetten. Dus ja, dat is afwachten. En dat blijft inderdaad een beetje de Achillesziel van het Nederlands elftal. Ja. Aan de andere kant, ja, als die Simons deze vrijheid krijgt, dan mag je ook wel verwachten dat hij iets beter gaat invullen dan die tot dusver heeft gedaan. Ja. Maar met terugwerkende kracht blijft het natuurlijk heel gek dat Koeman die Bergwijn zo snel heeft afgeserveerd. Nou ja, daar heeft Bergwijn zijn zegje zelf over gedaan. Maar Koeman had natuurlijk heel makkelijk kunnen zeggen van, nou, ga naar Saoedi-Arabië, doe je best. En in principe kom je niet meer in mijn plannen voor. Maar als je het heel erg goed doet, of de nood is aan de man bij het Nederlands elftal, dan ga ik je misschien toch oproepen. Ik vind dat hij hem nu echt te makkelijk heeft afgeserveerd. Ja, en het lijkt ook wel een beetje een soort persoonlijke zaak, zeg maar. Omdat hij had het eigenlijk al afgezet voordat hij hem afgeserveerd, voordat hij hem eigenlijk gesproken had. En als je natuurlijk bij andere landen ziet, dan spelen er heel veel jongens van ploegen, die spelen gewoon in Saoedi-Arabië. In Kroatië hebben er een paar lopen, Spanje heeft er zelfs een lopen, of had er een lopen. Portugal natuurlijk met Ronaldo. Dus ja, in feite moet je gewoon spelers onafhankelijk beoordelen van in welke competitie ze zitten. Maar ik ben het wel met hem eens als hij zegt dat die competitie veel minder voorstelt. Maar ja, als je Messi in Amerika laat voetballen, dan die competitie stelt ook veel minder voor. Maar dat is toch echt de nummer 1 die op het wedstrijdformulier wordt gezet bij Argentinië. Dus
het is natuurlijk niet altijd een wet van mede en passen dat op het moment dat jij in Saudi-Arabië voetbalt, dat je niet meer mee kan met de Nederlands elftal. Want maar zo'n hoog niveau is het ook niet. Maar of zal die tijdens het EK hem een paar keer hebben opgesteld en hebben bedacht van ja, het is toch niet waar ik naartoe wil met Oranje. Dat het toch uiteindelijk niet zo uitpakte zoals jij. Dat tegen Roemenië ging het geloof ik goed, één helft. Ja, maar toen raakte hij al geblesseerd. Hè. Dus eigenlijk daarna heeft hij niet echt de kans gehad om die lijn door te trekken, omdat hij geblesseerd raakte. Maar geblesseerd raken of geblesseerd zijn is ook een kwaliteit als je dat weet te vermijden. Ja, ja, ja. Ja, Mike, ja, Anthony, ja, ik zag het toch wel even voorbij komen bij allerlei geruchten circuits. Manchester is natuurlijk een duurbetaalde speler, komt weinig aan voetballen toe. Dus wordt nu in het geruchtencircuit van gesproken dat ze hem misschien willen verhuren in de winterstop. Heb jij daar iets van meegekregen of zit je daar in München ver vanaf? Nee, ik zit er heel ver vanaf. Ja. Ik heb zo nog wel een Ajax-dingetje. Maar nou ja, kom maar even door. Is goed. Nee, dat Ajax op zoek is naar een linksbuiten, een creatieve middenvelder en eventueel een rechtsbuiten, dat is duidelijk. Alleen, ja, er wordt de indruk gewekt alsof Ajax nu heel veel kan. En dat is gewoon niet zo. Dus dat zal of op huurbasis moeten zijn, of een hele goedkope speler moeten zijn. Ja, en als je Anthony goedkoop kunt huren, maar ja, zijn salaris is waarschijnlijk al behoorlijk hoog gegrepen voor Ajax. Maar misschien dat United wel van hem af wil en dat ze hem voor een prikkie willen verhuren aan Ajax. Ook omdat Ten Hag natuurlijk gewoon trainer van Ajax is geweest. Ja, dan zou dat een optie kunnen zijn. En Anthony heeft in de Eredivisie aangetoond dat hij het wel kan. Ja, misschien dat hij hier dan weer een beetje vertrouwen kan kweken. Want in de Eredivisie loop je tegenstanders al snel voorbij als buitenspeler. Ja. Ik zou het niet eens zo'n hele gekke optie vinden. Nou, normaal gesproken zou je het niet moeten doen. Maar ja, deze jongen heeft natuurlijk ook heel veel voor Ajax betekend. Die heeft gewoon gezorgd dat de kas gespekt wordt met 100 miljoen. Dus dan kan je misschien de hand over je hart halen. En zeggen van oké, als we jouw carrière weer uit het slop kunnen trekken, dan werken we daaraan mee. En dat hebben ze natuurlijk met Davy Klaassen ook gedaan. Ja, en die is toch belangrijk. En daarvan zou ik ook bijvoorbeeld zeggen, ja, dat is einde verhaal. Maar in die Nederlandse competitie kunnen dat soort spelers nog fluitend mee en het verschil maken. Maar je hebt het ook bij Tadić en Blind gezien. Die deden het aardig. Maar die waren jonger, hè, Mark. Ja, die waren eind 20, 28 volgens mij. Ja, dus, en hoe oud is Anthony? Ja, die is begin 20. Ja. Maar Klaas is. Ja, maar Klaas. Oud is Klaassen. Ja, die is inmiddels in de 30. Maar 43? Ja, zo. Ja. Nee, maar dat waren ook jongens die het niet redden. Of niet redden is een groot woord. Maar ja, geen uitblinkers waren in de Premier League. Maar voor Ajax gewoon gigantisch nuttige krachten bleken. Dus waarom zou je het niet met Anthony proberen? Ja, maar dat waren natuurlijk teamspelers. En Anthony is alles behalve een teamspeler. Nee, dat maar is, ja, je hebt ook buitenspelers nodig. En dat zijn zelden teamspelers. Zelf. Ja. Nee, maar daarom, ik kan me wel voorstellen als die mogelijkheid zich voordoet dat Ajax het doet. Ja, ik vind het wel aardig. Gelukkig zitten jullie niet meer aan één oortje vast, want jullie waren ongeveer bijna kopstoot aan het uitdelen de vorige podcast. Ja, dat gaat nu gelukkig iets beter. Dat was nu gebeurd waarschijnlijk. Ja. Heeft Dimitri een splittertje gekocht, dat jullie allebei erop kregen? Rick de Kok, ESPN, die had wel zijn zaakjes goed voor elkaar. Die neemt tenminste wel alles mee. Die loopt hier met 6 tassen. Maar gewoon een splittertje is er niet bij. Hebben jullie nog een tas gesjouwd voor hem? Of moest hij alles zelf weer naar het stadion brengen en terug? Even aantijd gedaan. Maar ik sjouw altijd mee. Ik zal het vandaag doen. Want Dimi heeft een beetje last van zijn rug. Oh. Ook niet normaal hoor. Ja, ik denk als de Arbo hiernaar gaat kijken dat het mediahuis een probleem heeft. Ik heb altijd last van mijn rug. Maar ik offer me wel gewoon op. Nee, dat snap ik. Heel goed. Dankjewel daarvoor. We hebben nog. Ja, is dat belangrijk dat andere Ajax nieuws? Gaat het over de commissaris of niet? Nee, niet over de commissaris. Nou, vertel. Maar doen we na de reclame goed? Nee, doe maar even. Nee, ik kreeg vanochtend een belletje en dat ging eigenlijk heel ergens anders over. Alleen de Legend-wedstrijd tussen Real Madrid Legends en de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena. Nou, een vrouw staat er heel moeilijk te kijken. Ik denk, wat gebeurt hier? Stijf uitverkocht. We zijn al een half uur bezig. En 55.000 mensen. Zit Yves Berends in het voorprogramma dan? Dat het uitverkocht is? Dat zou een hele goeie zijn, denk ik, voor Ajax. Ja, maar, denk ik niet. Maar dat geeft toch ook wel aan dat. Ja, dat de Ajax-supporters natuurlijk de afgelopen 2 jaar niet heel erg verwend. Toch een hang naar het verleden hebben. En daar komen mooie namen voorbij. Dus dat is wel een bijzonderheid. Het zou misschien wel wat zijn als Yves Berends de Ajax-mars
Die beheerst hij beter dan dat Wilhelmers, mag ik hopen. Ja, Wilhelmers deed dat was niet veel tegen Bosnië toen. Of nee, tegen Duitsland. Ja. Hey, voordat het helemaal uit de hand loopt. Guardiola die zat ergens bij Baggio in een Italiaans programma. Werd gevraagd naar het bondscoachschap van Engeland. Die hebben natuurlijk nu, Southgate is daar weg. Nou, hij liet die deur, sloeg die niet helemaal dicht. Dus dat wordt allemaal maar vervolgd. En wat misschien wel nog goed is om te vermelden, is dat Duitsland dus geen Ter Stegen, Füllkrug, Musiala en Havertz heeft. Nagelsmann was ook lyrisch over Brobbie, dus die kunnen we allemaal ook in onze zak steken. Maar wat ik eigenlijk nog even wilde bespreken was natuurlijk Johnny Depp. En vanavond heel mooi, hè? Afscheid van Neuer, Kroos, Müller en Gundogan voor de wedstrijd. Ja. Zo. Ik geloof, ik las 457 interlands samen. Dus daar gaat wel een stukje Duitse voetbalhistorie weg. Maar leuk om daarbij te zijn. Ja, ik ben benieuwd wat ze doen en hoe ze doen. Fanta kijkt er ook heel erg naar. Geweldig om erbij te zijn. Vind je wel Duitsers, of niet? Nee, natuurlijk niet. Duitsers uitzwaaien, ja. We gaan over. Wat wil je nu? Je gaat nu geen vergelijk maken? Maar, Nee, er is een betere tijd geweest om ze uit te zwaaien. ik weet nog wel. Misschien dat je die anekdote nog even kunt vertellen. Moet mijn vader even vragen. Die weet het nog wel. Ja, of die anekdote die je vertelde voor dat Olympiastadion. Weet je nog? Ik ben er niet van anekdotes, weet ik niet meer. Nee, ik zal hem je besparen. Ik kan niet goed vertellen. Ja. Dus. Johnny Depp, dat is natuurlijk wel een heel mooi verhaal. Tenminste, het is een heel verdrietig verhaal voor hem. Maar als het gaat over hoe hij ondersteund wordt, onder andere door Ajax. Daar is wat over geschreven natuurlijk bij ons in de krant, Mike. Hij heeft financiële steun gekregen. Hij zat in het buitenland en volgens mij in een privékliniek moest hij geholpen worden. Moest hij een pacemaker krijgen. Dat werd niet helemaal vergoed door de verzekering, omdat het gewoon veel duurder was dan in Nederland. Hij kon niet naar Nederland vervoerd worden, want daar was hij te ziek voor. Ja, en als een club als Ajax, waar Sean Rep heel veel voor heeft betekend, dan zegt van ja, weet je, dan leggen wij dat verschil bij. Dan is dat gewoon heel mooi. En misschien ook wel vanzelfsprekend dat een club dat doet. Want het gaat om relatief kleine bedragen. Maar je moet het even doen en dat heeft Ajax gedaan en ik vind dat chic. Ja. Ja, zeker, zeker. Valentijn, heb jij er nog iets over toe te voegen of wil je nog eindigen met de voorspelling? Nee, maar dit is wel een beetje hoe je met je iconen om hoort te gaan. Dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Ja. Die laat je niet doodgaan in een ziekenhuis ergens achteraf in Spanje. Nee, dus, nee, duidelijk. Prima gedaan. Univee had misschien ook wel iets meer kunnen doen. Nou. Maar ja, dat is bedrijfsmatig en dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Ja. Want waarom Rep wel en een mine van drie ogen achter die daar overwint het niet? Was het die Univee? Ook last heeft van de hart. Ja, was Univee. Univee, okay. Las ik, ja. Okay. Willen we volgens nog mij misschien ook leuk voor deze podcast, want het is de sponsor van het Sportjournaal, toch? Univee. Univee. Ja, nou ja, waarom niet, joh? We staan voor alles open, toch? Cavallaro, Univee. Lukt u de vrucht ervan? Ja, zo is het. Voorspellinkje hier, hè? Tot slot. 1-2. Oh, kijk eens. Voor een hele laffe 1-1. Dimi, zei ik nou 1-1 gisteren? Ja, ik krijg een duimpje. Altijd weet nooit wat hij op de video heeft gezegd, maar dan moet er wel een beetje 1-1, ja. Wel dat ik laf ben met een gelijkspel. Dat heb ik wel gezegd. Ik wens jullie en Dimitri een goede rit met het OV naar het stadion. Allianz Arena, 20:15. Nederland tegen Duitsland en vrijdag hier weer gewoon in de studio. We gaan met de trein. Eerst even een kaartje kopen. Oh, je treinticket, ja. Ja, dat is het, ja. Heel veel plezier. Maar wacht heel even. Presentator met een mening. Wat is jouw mening? Wat denk jij? Duitsland gaat winnen. Ja. Oh, dit is echt laf. Ja, maar 1-2 is een mooie uitslag. Dus laten we hopen dat het wordt. Hoeveel gaat Duitsland winnen? Ja, maar een presentator met een mening. Er zit toch helemaal niemand op te wachten, joh. Ik denk 3-1 voor Duitsland. Oké, okay. Tot de volgende. Groetjes. Doei.